Goedenavond, dit is het Heuveland Nieuws van zaterdag 3 februari. De gemeente Gulpen-Wittem gaat met de buurgemeente overleggen of de toeristenbelasting overal gelijk kan worden. De gemeente gaat ook in overleg met de Belgische buurgemeente hierover. Ondernemers uit de gemeente Gulpen-Wittem zijn bang dat ze de dupe worden van de verhoging van de toeristenbelasting in 2025. De verhoging zou niet in lijn liggen met de verhoging van andere gemeenten. Begin december stuurden ondernemers een brandbrief naar het college. De ondernemers hebben becijferd dat dan bijvoorbeeld een kampeerovernachting 1,28 euro meer wordt overgedragen aan toeristenbelasting in hun gemeente in vergelijking met het Limburgs gemiddelde. Burgemeester Leunissen van Vaals vreest dat Zuid-Limburg op weg is om Ecuadoriaanse criminele toestanden te krijgen. Dat zei hij onder meer in Den Haag, waar hij tijdens een hoorzitting pleitte voor meer politie. Leunissen laat weten. U zult zeggen dat in Vaals en in Parkstad nog geen Ecuadoriaanse toestanden voorkomen, en dat klopt. Maar we staan hier wel aan het begin van de weg die ze in Ecuador hebben afgelegd. En we worden die weg opgeduwd omdat ook bij ons het Openbaar Ministerie en de politie door een gebrek aan voldoende menskracht en middelen niet meer in staat zijn om taken die bij wet zijn opgedragen adequaat uit te voeren. Om de oproep kracht bij te zetten nam hij toehoorders uit Ecuador mee naar de hoorzitting. Bij de aanpak van meerdere belangrijke veiligheidsthema's in het Heuveland, zoals drugsoverlast, criminaliteit, ondermijning en de aanpak van overlast en onveiligheid, worden volgens hem momenteel tekortgeschoten. Het aantal diagnoses van kanker in Limburg stijgt. Dat blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland. Hoewel de laatste 3 jaar vrij stabiel waren qua nieuwe kankerpatiënten, kwamen er in 2023 in onze provincie toch bijna 9600 kankerpatiënten bij. Landelijk zijn er 128.000 nieuwe patiënten bijgekomen. De meest voorkomende soorten kanker zijn baarmoederkanker, schildklierkanker en longkanker. Wat zo'n 15 jaar geleden begon, is uitgegroeid tot een ware traditie in de week voor de vastelavond. Het is ontstaan als tegenhanger van het fotomoment dat de volwassen prinsenparen elk jaar hebben in de Limburger. Een unieke locatie dient voor het tweede jaar als decor voor de foto van de jeugdprinsenparen. En leg mij eens uit, wat hebben jullie hier vandaag allemaal gedaan? Wij hebben met allemaal verschillende verenigingen hebben wij een foto gemaakt. Foto's maken? We komen een foto maken. En vinden jullie dat spannend? Ja. Vanmiddag wordt een foto gemaakt van alle volwassen prinsen. En we hadden zoiets van, ja, waarom niet de jeugd? Jeugd heeft de toekomst, toch? Dus we hadden zoiets van, nou, de jeugd moet ook op de foto. En we doen dat inmiddels nu zo'n 15 jaar. En altijd de zaterdag voor de carnaval proberen we al die jeugdprinsen en prinsessen bij elkaar te krijgen. En het is iedere keer weer een prachtig schouwspel. Een foto maken is nog niet zo makkelijk met 70 kinderen en heel veel veren die in het gezicht kriebelen. En was het makkelijk om de foto te maken? Want het duurde even. Ja, het was niet zo makkelijk. Want ja, dan zat diegene dan weer niet goed en dan had iemand de veren en zo. En dan opeens stond je vooraan en dan weer achteraan. Dus ja, dat was best wel moeilijk. De kinderen neerzetten qua kleurcompositie, qua lichaamslengte, de veren van de prins die steeds in de weg zitten. En ja, en dan vraag je wel veel van de kinderen, maar ik heb het idee dat ook dit jaar weer heel goed is gelukt. Nou, in principe, we hebben vorig jaar dezelfde foto gemaakt. Dus qua kader en alles, dat was allemaal hetzelfde. Alleen, ja, je moet toch even kijken van, ja, wat zijn kleine kinderen, wat zijn grote kinderen? Hebben ze geen veren in hun gezicht? Ja, en valt het licht mooi op hun gezicht? Want je wilt toch dat alle kinderen zo goed mogelijk op de foto staan. Ook de locatie brengt nog wel wat uitdaging met zich mee. Vrij donker is in de grot ten eerste. Daarbij, ja, je moet rekening houden met hoe de kinderen kijken. Dus vallen ze niet dadelijk in het duister. Dus ja, dit zijn toch wel een aantal uitdagingen waar je mee te maken krijgt. Je moet natuurlijk wel de technische vaardigheden hebben om juist mooie dooplichting te kunnen maken. Hè, tot alles heel mooi uitgelicht is. Die hebben we natuurlijk het voordeel dat in de gemeentegrot heel veel mooi licht aanwezig is. Wat al door het jaar heen gebruikt wordt voor de rondleidingen en voor de kerstmarkten. Maar ik gebruik daar nog additioneel licht voor om juist de kinderen mooi uit te kunnen lichten. Maar om dat mooi op elkaar af te stemmen, daar heb je toch wel wat vaardigheden voor nodig. Het fotomoment is niet het enige wat op het programma staat. De meeste prinsenparen hebben het nog druk een week voor de carnaval.
Ja, nu hebben we wel nog gewoon een paar dingetjes opstaan. In wielregel. In trakjes hebben we oud wieverbal. En dan moeten we ook gaan kiezen wie het beste oud wief is. We moeten nog naar de ESB-middag. De optocht. Nog heel veel. Maar ze hebben er vooral heel veel zin in. Ik denk toch wel de optocht aan de carnaval zelf. Ik hoop dat Tom Mechelen en Partij een leuke zitting wordt. En jij? Ook wel de optocht. De optocht. En waarom precies de optocht? Ja, dat is wel gewoon heel gaaf dat je bovenop die wagen mag staan. En dat is gewoon heel chic als je dat mag beleven. Morgen is de hele dag zwaar bewolkt en er is van tijd tot tijd kans op wat lichte regen of motregen. Het worden zeker geen grote hoeveelheden en er zijn ook droge perioden. Het wordt weer zacht bij een graad of 11. Normaal voor deze tijd van het jaar is het 6 graden. In de nacht wordt het niet kouder dan 8 graden. Maandag is er meer zon en blijft het droog. Ook is het weer zacht met maxima rond de 12 graden overdag en 6 graden tijdens de nacht. De wind is matig van kracht. En tot zover het Heuveland nieuws voor dit moment. Meer nieuws op onze website en in onze app. En morgenavond vanaf 7 uur, dan zijn we er weer op tv. Ik wens u een hele fijne avond. Dag.